In het blad van de Harmoniumvereniging Nederland, de Vox Humana, van oktober 2022 is het Harmonium van het Kwartaal een Harmonium van de Franse bouwer Foucault. In deze video wil ik dit instrument laten zien en ga ik wat meer in op een paar details. Ook zal ik wat vertellen over de achtergrond van het instrument en wat over de historie van de firma Foucault. Het instrument is een drukwindharmonium. Met een label waarop staat dat het instrument een zogenaamd Symphonium Orchestrion is. En verder is aangegeven dat het instrument gemaakt is door de bouwer Fourneau, die zichzelf presenteert als facteur du clergé et des maisons religieuses, dat is leverancier van de geestelijkheid en van religieuze huizen. Het label is eigenlijk een stukje promotie van het bedrijf Fourneau, want daarnaast staat aangegeven dat men diverse soorten orgels maakt. Pijporgels, expressieve orgels, combinatieorgels en cilinderorgels. Het instrument heeft in totaal zes registers: drie voor de bas en drie voor de diskant. Aan de linkerkant zien we een boudon, een 16 voet, een basson, een 8 voet, een jeu-douce, afgeleide van de basson, en aan de rechterhand een fluit, een 8 voet, een clarinet, 16 voet en een melofoon, Een combinatie van fluit en klarinet. Het instrument is gestemd op 444 Hz. Aan de voorkant van het instrument zit rechts op kniehoogte de registerknop van de Expression. Bij het uittrekken van deze knop wordt door middel van een hevel het bovenblad van de magazijnbal vergrendeld en worden bij het spelen alleen de schebbal gebruikt. Voor een optimaal expressief spel. Straks zal ik dat laten zien als we bij de balgen aankomen. Ook zit aan de voorzijde een kniehevel voor de grand jeu. Naar links wordt de grand jeu ingeschakeld, naar rechts wordt hij opgeheven. Hoe zit het instrument verder in elkaar? Om dat te zien halen we eerst het paneel weg wat voor het klavier zit. Door twee schuifjes links en rechts op de zij te doen, kan dit paneel losgemaakt worden. Dan zien we het binnenwerk, met halverwege enkele scharnieren, zodat we het open kunnen doen. Om dit te kunnen doen halen we eerst de registerknoppen weg, en hierdoor komen de toetsen volledig in zicht. Door de haakjes aan de voorzijde los te maken kan het klavier in zijn geheel naar achteren draaien. Onder het klavier komen nu over de volledige breedte van het instrument twee dunne houten afdekkingen zichtbaar. Het blijkt dat aan de voorzijde van het binnenwerk een rij tongen zit en aan de achterzijde een rij tongen. Die tongen krijgen elk via een eigen kansel lucht die elk afgesloten wordt met een eigen ventiel. Onder elke toets zitten dus twee ventielen, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. De bovenste afdichting draaien we iets naar boven waardoor de bovenste rij ventielen te zien is. Bij dit instrument van Verno worden de kantcellen van de tongen nog afgesloten met ronde ventielkleppen, zoals bij een accordeon. Niet vreemd, want Verno was van oorsprong een accordeonbouwer en heeft aan de wieg van de eerste harmoniums gestaan, toen nog aangeduid als ork expressief. Deze twee ventielen moeten elk afzonderlijk opengeduwd worden via elk een eigen stootpunt die hier te zien zijn. Onder elke toets zitten dus twee stoters voor elk ventiel 1. Scharnieren we het klavier weer terug, zodat het weer horizontaal ligt, dan kunnen we even een paar toetsen weghalen en zien we de twee aandrukpunten. Als we een paar toetsen naast elkaar leggen, dan zien we ook de stoters heel duidelijk. Ook valt dan op dat de toetsen allemaal aan de onderkant even lang en even breed zijn. Ook de zwarte toetsen. Zit even lang aan de onderkant als de witte. Ook de zwarte toetsen lopen dus aan de voorkant helemaal door en worden in de voorkant ook met een geleidepin op hun plaats gehouden. De zwarte hebben bovenop een zwart stukje ebbenhout dat maar een klein gedeelte bedekt en de rest wordt door het beleg van de witte toets afgedekt. Het beleg van de witte toetsen is dus aan het uiteinde hier en daar wat breder dan het hout. Als we nu de achterkant van het instrument bekijken. Dan zien we bovenin het binnenwerk zitten. Twee harmonicabalgjes verbinden het binnenwerk met de magazijnbalg. Wanneer het bovenblad omhoog gaat, zullen de harmonicabalgjes flexibel meebewegen en linksonder en rechtsonder zien we de beide schepbalgen. Bovenin zien we het binnenwerk, waarvan de drie haken al losgedraaid zijn, zodat we het in zijn geheel naar voren kunnen opendraaien. En dan zien we de twee rijen tongen tevoorschijn komen. Bij de oude instrumenten van Fourno zijn die op zogenaamde kancelleblokken gemonteerd, die bij het opendraaien dus naar buiten draaien. Per register is er een registerkancel voor de pas en voor de diskant, die aan de onderkant via de flexibele harmonicabalkjes met de magazijnbalg verbonden zijn. Bij elk register zitten de tongen om en om aan de voorkant en de achterkant van een kancelleblok gemonteerd. We kijken daarvoor even naar het bassonregister. Dan zien we op het hout de aanduidingen van de toonhoogtes met potlood aangegeven staan. Van links naar rechts, bovenaan zie je Ut en de onderkant Ut kruis, dan Re en de andere kant kruis, Mi en aan de andere kant de Fa en dan de voorkant Fa kruis, etc. Dus de tongen zijn een oplopende volgorde om en om gemonteerd. De twee rijen tongen hebben dus elk een eigen kancellenblok. Aan de diskant zijn de kleinste tongen gewoon op de windlader gemonteerd en zijn ook de toonhoogtes met potlood gewoon op de lader geschreven. En de kancellenblokken zijn, ook binnen in de lader dus, duidelijk met labeltjes aangeduid. In de registerkancellen zijn de registerkleppen te zien die voor de windtoevoer zorgen. We kijken nu weer naar de achterkant van het instrument. Links kunnen we de knop van de expression nog zien. Vanaf de binnenkant. Die zit aan een hevel vast die bij het uittrekken ervoor zorgt dat de magazijnbal met een pen vastgeschoven wordt. Om dit mogelijk te maken zit een metalen standaard bovenop het blad van de magazijnbal bevestigd waar een pen ingeschoven kan worden via deze hevel. We sluiten het instrument nu en zetten de registertrekkers ook weer terug op hun plaats. Interessant is het dat hier een label te zien is van de Rotterdamse harmoniumreparateur. En handelaar van Gelder. Hij heeft dit instrument blijkbaar in onderhoud gehad, of daar is het verkocht. Zijn label is helemaal terug te vinden met het opschrift: magazijn van orgels en pianofortes. In oude nummers van de krant Het Rotterdams Nieuwsblad zijn nog diverse advertenties van deze firma terug te vinden. En hier is eentje te zien van april 1883, dus dat is in het jaar van de tentoonstelling in Amsterdam. Dus nog helemaal aan het begin van de opkomst van het Amerikaanse zuigwindharmonium, waarvan Gelder toen al mee adverteerde. Hij adverteert namelijk met zowel Franse als Amerikaanse instrumenten. Blijkbaar een vooruitstrevende handelaar. En op het registerblad zijn ook nog de initialen van Van Gelder terug te vinden. FTVG Frederik Theodor van Gelder. Dan is er nog een interessant punt. Namelijk met betrekking tot het label van dit instrument. Waar komt de naam Symphonium Orchestrion vandaan? Dat komt zo. De firma Fourneau is opgericht door de oude Jean-Baptiste Napoleon Fourneau. Hij was al heel vroeg betrokken bij de ontwikkeling van het ork-expressief. Al in 1840 had hij hier een patent voor op zijn naam staan. In de jaren hierna. Legt De Bain de nieuwste ontwikkelingen vast in enkele patenten en noemt zich de echte bouwer van Orks Expressief. Fourneau vecht dit aan. Hij raakt in conflict met De Bain, waarbij via ingezonden brieven geruisied wordt over wie zich nu fabrikant mag noemen van het Orks Expressief. Fourneau wordt in 1842 door De Bain zelfs voor de rechter gedaagd vanwege het schenden van zijn patent, maar deze beschuldiging wordt uiteindelijk door De Bain ingetrokken. Echter. De Baan heeft in zijn patent de naam Harmonium voor zijn eigen instrument geclaimd. Dus als Fourneau in 1844 een aanvulling op zijn patent van 1840 publiceert, dan duidt hij zijn ork expressief aan als een orchestrion. In de toelichting noemt hij het zelfs een symphonium orchestrion. Die naam kiest hij omdat het instrument meerdere instrumenten in zich heeft die met elkaar één groot orkest vormen. De verschillende regissen vertegenwoordigen elk een eigen muziekinstrument, die samen het orkest vormen. En op deze manier wordt vermeden dat het door de bergen gepatenteerde naam harmonium gebruikt wordt. In zijn patent van 1844 beschrijft Fourneau uitgebreid hoe zijn instrument opgebouwd is, inclusief de plaatsing van de kancellen. Hier zien we een deel van een van de tekeningen die bij het patent is gevoegd, waar duidelijk de toetsen te zien zijn. Die elk via een tweetal hevels de tongkancellen openen en het ventiel openduwen. Helaas overlijdt Fenot in 1846. Het bedrijf wordt voortgezet door zijn weduwe samen met de latere Harmoniumbouwer Rodolphe, die van ongeveer 1844 tot 1849 meesterknecht bij Fono is, en de zoon van Fenot, die de zaak later zal voortzetten. We weten dat Fourneau in 1854 niet meer aan de passage Vivienne gevestigd is. Het adres dat op het naamlabel staat aangegeven. Bovendien weten we dat de aanduiding Symphonium pas in zijn patent van 1844 geïntroduceerd is. Dus het instrument zal ergens tussen 1844 en 1854 gebouwd zijn. Kortom. Een interessant instrument waarin de vroegste zaken van het harmonium terug te vinden zijn, en dat een mooi voorbeeld is van een origineel instrument van Fourneau.